Maar dat is wat ik me vaak afvraag. Weet je, hoe doen andere mensen dat? Weet je, met een langdurige relatie. Hoe houden die het leuk en spannend in bed? Wat dat betreft heb ik nog wel een goede tip. Qua spannend in bed. Werkt gegarandeerd en het is relatief eenvoudig uit te voeren. Het enige wat je moet doen, je gaat gewoon slapen, net als altijd. En gewoon, welterusten, lieve schat. En je hebt altijd wel een keertje dat je midden in de nacht, dat je even wakker wordt. En in plaats van je dan lekker om te draaien, ga je rechtop in bed zitten. Zo. Ongeveer met deze expressie ook in je gezicht. En op het moment dat je doorhebt dat zij ook wakker is en naar je kijkt, zeg je... Hallo? Spannend in bed, gegarandeerd. Anders weet ik het ook niet meer. Wij hebben alles geprobeerd, alles. Rollenspel hebben wij geprobeerd. Huh? Rollenspel. En Jan, deed zij net alsof zij mijn secretaresse was. Huh? Die geen zin had in seks. Huh? Weet jij, dan speelde ik haar baas, die niet veel anders kon dan zich daar maar bij neer te leggen. Alles hebben wij geprobeerd, alles. Of alles, dat is ook niet, we hebben ook niet alles. Er zijn ook dingen die heb ik helemaal niet geprobeerd, die hoef ik ook niet te proberen. Alle hetero's schijnen tegenwoordig ook anaal te neuken, maar nee. Ik probeer toch die handelingen waarbij het risico groot is dat er een beetje poep achter het randje van je eikel blijft kleven, tot een minimum te beperken. En dan ben ik maar ouderwets, Tom. Nee, het laatste wat wij nog echt geprobeerd hebben, dat was dan met accessoires. Dat had ik in zo'n sexshop, zo'n Christine Leduc, had ik zo'n vibrerend eitje gekocht. Met afstandsbediening. En mijn vriendin moest die dan indoen en ik kon dan aan- en uitzetten en de intensiteit reguleren. En mijn vriendin had die dan ingedaan, want s'avonds hadden wij een feestje. Dachten we. Het bleek toch meer een soort verjaardagsvisite te zijn. In zo'n kringetje. Kijk, en dat op de momenten dat dat gesprek stilviel. En dat gezoem van de eitje heel duidelijk hoorbaar was. Ach, dat was eigenlijk nog niet eens het meest gênante. Nee, de volgende keer ga ik er echt voor die draadloze afstandsbediening.